Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe video van DVVIS Team. Het is inmiddels 6:30 en ik ga lekker een nachtje vissen. Het is vandaag maandag, dinsdag komt deze video al online. Dus ik heb één dagje om te filmen, editen en alles erop en eraan. Maar dat maakt niet uit. De shake gaat mee. Een lekker flesje met water gaat mee. En we gaan lekker naar de waterkant, jongens. Ik ga even een nachtje vissen op het kanaal. Ik heb gisteren gevoerd. Eigenlijk best wel flink, 4 kilo. Doe ik normaal nooit zoveel. Maar dacht, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik dacht, doe eens gek. En ja, ik heb er op zich wel vertrouwen in. Ik ga snel mijn fiets inpakken en dan ga ik er vandoor. Zo, daar staat het karretje. En jullie kennen deze plek naar alle waarschijnlijkheid wel. Gisteren lag hier nog een boot, dus ik ben bang dat hij terug gaat komen. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. En ik heb dus gevoerd langs de lelies. En ik moet dus hier zo mijn tent gaan neerzetten. Dat wordt nogal een hele uitdaging in dit oerwoud. Maar we gaan gewoon lekker tussen het gras slapen. We zien het wel. Het was een heel gepriegel op dat kleine stukje gras. Maar het tentje staat. Ja, kijk, dat is toch niet normaal, dat gras. Steek nog bijna niet uit boven mijn stretchje. Maar ja. Weet je wat het is? Soms moet je gewoon op plekjes gaan zitten waar andere mensen niet graag gaan zitten. Want dan kan je echt grote karpjes vangen. Let maar op. Let maar op. Nou jongens, het wordt dus een heel kort nachtje van een uurtje of. Wat is het nu? 7:15 tot. Ik denk een uurtje of 10. En ik heb ook geen statief mee. En ik moet hem daarna ook nog eens snel gaan editen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Geen excuses. Want de eerste hengel die is klaar om erin te gaan. Dit is de onderlijn. Ik denk een onderlijntje van zo'n 20 centimeter. Klein beetje poetie. Ringetje op de haakbocht. En een hardpan Fortuna Boli. Die zal ik dus even bij pakken. Dit zijn ze. Waarom? We hebben nog steeds last van kreeft op het kanaal. En met deze jongens dan weet je zeker dat je goed ligt te vissen. En dat je aas er dus niet af wordt gesnoept. Ik ga met alleen een single boli vissen. Dit doe ik omdat ik gisteren dus voor heb gevoerd, 4 kilo. Eigenlijk ben ik echt een voorstander van als je gaat voeren, dat je daadwerkelijk ook gaat vissen met het voer waarmee je voert. Dus niet nog een gek pop-upje erop of een Ronnie rig of iets dergelijks. Dus dat ga ik dus ook niet doen. Dus deze vis ik dus met een Fortuna. Die andere ga ik met een Scopex vissen. Daar heb ik ook mee gevoerd, eigenlijk een combinatie van die twee bollen. En hij kan erin. Ja jongens, naast dat ik hard aan het vissen ben, ben ik ook gestart bij de nieuwe lichting. En wat hebben we? We hebben dus een meeting. Je ziet het, mijn laptop doet niet, dus even op mijn telefoon. En even snel tussendoor, daarna kan mijn andere hengel erin. Half uurtje, knallen maar. Meeting zit erop en wat gebeurt er? Het is toch echt weer ongelooflijk. We waren nog geen 5 minuten bezig. Moet je eens even kijken. Hé? Oké, mijn schepnet is wel gebroken door die vis. En ik hoop dat die er nog in zit. Dit is echt foutenboel. Nou jongens, hij zit er nog in. Het is een heel kleintje. Maar hoe die dit nou voor elkaar heeft gekregen, daar snap ik niks van. Ik moest hem even snel aan dat net houden, want ik moest die meeting afhouden. Maar of het komt door die poten die net langskwamen met mega golven, dat die vast zat onder die haringen. Daar dus gebroken, dat kan ook nog. In ieder geval mooi kut. Nou, ik ga even het matje klaarleggen en hem op de film en foto zetten. Deze is druk. Hij is klein. Ja. Ah, kleintje hoor, kleintje. Mooi om mee te beginnen. Vis is weer zeker weten, zeker weten. Het begin is het, hè. Kijk eens even dan, dames en heren. Lekker met het zonnetje zo. Kijk jongens, een mooi visje. Het haakje is nou uit. Is dat ja? Nou jongens, daar is hij dan. Het kleine schuppie die gewoon tijdens een meeting al vandoor ging. Ik dacht 4 kilo voer is misschien veel te veel. Maar je ziet het echt binnen, denk 10 minuten lag hij in. Toen ging hij al af. Dus ik heb vertrouwen dat er nog wel veel meer vis ligt. Ik ga er gelijk wat voer in gooien. Dan de hengeltjes weer klaarmaken. En dan hoop ik dat gewoon heel de nacht zo doorgaat. Is dat nou poepje? Nou jongens, je ziet het.
Dit is 1000% die bolie die ik gisteren dus heb gevoerd. En hij scheidt het volledig uit. De Holtuna en de, welke is het? Tijger in het kruisdoorkij. De dus koopbij? Weet je dat het vroeger heb gewerkt. Mijn hengeltje kan er weer in. Tegen de lelies aan. Hoppa. Het andere hengeltje kan er ook in, zoals je ziet. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal. 20 centimeter singele bolie. Dit is de Tijger in het Krus. Die heb ik eigenlijk samen met de Holtuna door elkaar ingevoerd. En die ene vis die scheet echt vol de Holtuna uit. Die had ook een Holtuna. Ook een hard hoekbeet tegen de kreeften. En eigenlijk na zo'n snelle actie en gelijk dat de vis vol op het voer zit, zit er heel veel vertrouwen in. Dus ik ga hem snel ingooien en gelijk wat voer eroverheen. En dan als ze nog snel een aanbeet volgt, dan ga ik het helemaal mijn voer opgooien. Want als de vis zit, dan moet je ook voer hebben. Zo is dat. Ja, daar hebben we hem. Bram de boodschappen. Wat heb je vandaag meegebracht? Vandaag een lekker sappie. Nee, hij kwam toevallig langs rijden en die hebben ook een Denver. Die filmde net eens even de karp en de vangst van Bram de boodschappenman. Danielle van der Scheem, wel geteld, mijn nichtje, wat een legend. Maar Bram, wat verwacht je? Denk je dat hij nog gaat aflopen? Ja, zeker. Er wordt zeker nog wel even twee knolletjes. Nee. Zo meteen een spiegel en nog een grote schub. Nee. Ik had laatst wel weer een lekker spiegeltje op het kanaal. Ah, oh, nou, dan komen de praatjes alweer hoor. Jongens. Ik zal wel even erin plakken. Bram die draait als een tierlier dit jaar. Maar vannacht is het ook raak bij mij. Ik heb er gewoon vertrouwen in. Dat hij zo vroeg afging en dat hij dat voer uitscheet, kan alleen maar goed komen. Jullie zagen het net niet, maar hij ging er weer vandoor. Maar ik heb hem helaas verspeeld. Nee, deze is niet zo heel scherp. Dus we gaan eens dus even een nieuw richtje eraan. Deze is niet zo heel scherp, nee. Kut, sorry. Zo. Het zonnetje is aan het ondergaan en ondertussen hebben we geen actie meer gehad. Natuurlijk al twee runs, eentje verspeeld en eentje gevangen. Dus eigenlijk verwacht ik dat voordat het helemaal donker is, die hengel nog een keertje afloopt. Zou mooi zijn. Maar alsnog niet verkeerd, al twee runs. Vis zit dus goed op het voer. Twijfel om even de lijntjes opnieuw uit te gooien. Er zijn wel boten langs gekomen, dus dat ga ik denk ik wel even doen voordat het donker is. En ja, eigenlijk vol vertrouwen de nacht in. Op naar de volgende karper. Niet normaal. Breng nou gewoon die hengel aan. Oeh, wat een hele zware vis, man. Kom nou weer. Zorg dat. Wie sponsort jullie ook alweer? Ja, die hengels zijn wel oud, maar dit ook nog niet normaal. Hij trok ook wel flink hoor. Wat? Die hengels zijn ook helemaal gebroken, gek. Ja, die vis zit er nog aan, gek. Meen je dat nou, joh? Ah, ik moet draaien. Moet vasthouden. Oh, dit is toch helemaal kut. Nee, dit is helemaal een knoop. Oh, jongens, is het toch een chaos? Godverdomme. Ik zal mijn hand voor mij doen. Kom op, man. Ah, ja? Oh, jongens, wat er nu toch gebeurt. Hij zwom zich in de lelies vast, dus het moest echt veel druk zijn. Ik probeer hem eruit te halen, maar het was wel. Het zijn hele oude hengels. Maar ja, dat vond hij dus niet zo leuk. Breekt in één keer die hengel door de midden. Zonde. Ik ben wel benieuwd of het te groot is. Ik moet nu met mijn hand drillen. Voor mij is het nog flink hoor. Ik heb even wat schep net pakken. Ja, dat is het kan. Ze is een echte man net. Denk in oplossingen, jongens. Ja, die is toch al kapot. Zo een echte man. Nou jongens, daar is hij dan. De tweede van de nacht. Van de avond. En niet normaal wat een run deze vis gaf. Gewoon mijn hengel gebroken. Maar hij zwom de lelies in, dus ik probeerde hem te blokken en ik heb echt super oude hengels, ze zijn denk ik al 10 jaar oud of zo. Ja, en hij brak gewoon, ik snap niet hoe het kan. Waarschijnlijk zat er al een breuk in of zoiets. Maar mooie visie, snel een foto maken. Op de derde run voordat het donker is. En een fotootje maken en dan kan hij terug.
Nou jongens, hij kan weer terug. Deze vis gaat de boeken in. Of de vis. Ja, de hengel heeft de kop. Maar hij mag wel lekker zijn rondje zwemmen. Hey, de paraplu. Wat een zeik, hè? Mooi. Nou jongens, jullie zien het. De hengel is weer enigszins gemaakt. Hoe lang het mag duren. Hij is zeker aan vervanging toe. Maar hij zit nu even goed vast. We kunnen hem gelukkig nog ingooien. En dan hopelijk dat die andere hengel wat vaker gaat. Want ik vertrouw het toch niet 1000%. Maar we willen het toch proberen. We gaan het zien. Het is wel geteld 3 voor 12. En de run nummer 4 is een feit. Derde vis. Deze was lekker slap. Dat was wat poep. Dus om eigenlijk gelijk terugzakken was het. En... voor mij wel weer een mooie vis. Ik ga hem even op de foto en op de film zetten. Nou jongens, jullie zien het perfect mooi in het onderlippie. Het is echt wel een mooie visie. Ik ga even dan een stukje verder afstand filmen. Je ziet het, hij heeft echt wel een dikke pens. En hij kan gelukkig naar me toe zwemmen. Lekker rustige drills, ook wel eens lekker. En ja, je ziet het op de hard one. Hol tuna. Helemaal top. Nou jongens, waar is die dan? Super mooie vis. Puntje gaaf. Ik denk een pontje of 14. Niet heel super groot, maar hij is al groter dan de vorige twee. En als het zo doorgaat, dan gaan we op een heel mooi gewicht eindigen. Het is nog voor 12 en nu al 3 vissen, 4 runs. Dus dat is helemaal top. Dat voeren dat werkt als een jekko. En ik ga hem gauw terugzetten en dan gauw die hengel weer in. Ja jongens, ongelooflijk, het lijkt er wel Frankrijk praktijken. Daar is die weer, een mooie visie, nummer 4 al. En dan natuurlijk ook nog eentje verspeeld. Dus het gaat als een jekko. Ik ga even gauw het haakje eruit halen. Of op het matje filmen en dan gaan we mijn bedje weer in. Nou, hij heeft zichzelf al onthaakt. Maar jullie zien het weer, een precies hetzelfde verslag schub. Keiharde fluit jongen, niet normaal. Gelijk terugzetten en petje in. Ah, goedemorgen mensen. Nou, goedemorgen. Je ziet het, de zon komt al bijna op. Het is inmiddels 4:30. En het is toch weer zover. De gebroken hengel doet eigenlijk niks, maar dat vind ik op zich wel best. Misschien ligt hij niet helemaal goed. Dan ga ik het niet opzoeken. En inmiddels, kijk eens even. Hey. Ah ja, weer een mooi visje. Een wat langer exemplaar. Dus ga ik heel even een klein telletje weghangen. Eerst de ochtendlicht, even de vis goed kan filmen. Dat is wel even mooi. Een hele goede morgen jongens, jullie zien het. De haartjes zijn weer een beetje door de war, maar dat maakt niet uit. Ik heb dat visje natuurlijk nog in het slingetje zitten, dus die ga ik eerst even op de foto zetten. Dat was wel een heerlijk geslaagd nachtje zeg. 5 vissen, eentje nog verspeeld. Alleen een beetje jammer van die hengel en het schepnet, maar dat kan ook gebeuren. Ik ga in ieder geval die vis even op de foto zetten. En dan denk ik rustig beginnen met opruimen. Ik moet deze video namelijk ook nog editen. En dan moet hij nog renderen, opslaan, nog op YouTube geplaatst worden. En dat allemaal voor 4:30, dus dat wordt nog een heel gedoe. Maar dat gaat helemaal goed komen. En ja, heerlijk nachtje. Nog vaker zulke nachtjes voorbij komen. Nou jongens, daar is hij dan. Echt nog wel een mooie vis eigenlijk. Kilootje of 19. En een hele spitse kop. Voor mijn gevoel heeft Daniel deze ook wel eens een keer gevangen. En ik zal die foto er wel bij opzoeken. Want hij heeft hier op deze kant een hele open plek op zijn buik. Nou, eigenlijk waar de schubben weg zijn. Dat zal ik even laten zien. Dat komt me heel bekend voor. Hij heeft een hele spitse kop. En dat zie je ook niet zoveel bij Carpes hier op het kanaal. Ik ga het even laten zien. Kijk eens, echt wel een super mooie vis. Alleen dat bekkie is niet zo puntgaaf meer, helaas. Maar voor de rest is het echt een mooie vis. Dikke staart erop. Karaktervis. En ja, prachtig om gewoon 5 prachtige kanaalvissen te mogen hebben gevangen. Ah, gadverdamme. Ik denk dat jullie het wel zien op film, maar hij scheidt toch een partijtje bol uit. Gewoon 5 prachtige kanaalvissen te mogen hebben gevangen. Ah, gat, het is niet normaal.
Ja, maar dat voer helpt, dat zie je. Zo jongens, ik film het laatste stukje even met mijn telefoon. Ik ben aan het opruimen. En wat had ik dus gedaan? Ik heb mijn camera aan mijn stuur gehangen. En toen viel dus mijn fiets om. En nu herkent hij de lens dus niet meer. Dus de camera is waarschijnlijk kapot gegaan. Ik had gelukkig de alleroudste camera mee. Maar alsnog is het wel even flink kloten. Het is echt ongelooflijk alles naar de kloten deze sessie. Maar wel 5 mooie vissen gevangen. We moeten positief afsluiten. Dus vond je het nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Dan zien we jullie volgende week dinsdag weer. Groetjes van deze hardloper.